Zaterdag 9 april vond om 11:50 een schietpartij plaats in winkelcentrum De Ridderhof. Bij de kassa's van de C1000 en de roltrappen in De Ridderhof schoot een 24-jarige blanke man, Tristan van der Vee, met een machinepistool op omstanders. Na zijn auto geparkeerd te hebben, rende hij al schietend door het winkelcentrum. Het gevolg was grote paniek, 7 doden, waaronder de dader die zichzelf van het leven beroofde bij de kassa van Albert Heijn. Daarnaast zijn er 15 gewonden, waarvan 3 zwaar gewonden. Kun je vertellen wat er precies gebeurd is? Ik was aan het winkelen bij het kruidvat. Ik stond in de rij bij het kruidvat en ik hoorde tik, 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 tik. Ik dacht, er zijn jongens met klappertjespistool bezig en voor de rest niks. En op een gegeven moment hoorde ik weer tik, 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 tik. En toen zag ik heel wat mensen naar binnen rennen, vluchten de kruidvat binnen en die zei van zakken, zakken, zakken naar de grond. Ik ben met mijn zoon naar de grond gegaan en ik lag voor het raam bij het kruidvat. Ik heb een jongen zien lopen met een geweer. Hallo, met Kevin. Ik heb een jongen zien lopen met een geweer en die ging steeds verder het winkelcentrum in. Ik heb mijn man gebeld, want die stond hier op de parkeerplaats. De auto in te laden met boodschappen. Ik heb gezegd, ga naar huis, want er is iemand aan het schieten. Ik heb mijn werk gebeld, van er is een idioot in het winkelcentrum aan het schieten en doen. En ja, dat is wat ik heb gezien. Daarna ben ik het magazijn ingevlucht met mijn zoon, want die moest plassen, die was bang en die werd niet lekker. En ja, want voor de rest heb ik niks meer gezien. Tenminste, dat is het. Hoe was de schrikreactie onder het winkelend publiek? Chaotisch. Gillend. Iedereen liep gillend weg. Want ja, wat wil je als je zo'n vent met een hele grote geweer ziet lopen? Echt, het is chaotisch. Gelukkig was het in dit stukje vrijwel winkelvrij, of tenminste publiekvrij, omdat ze allemaal de winkels invluchten, de kruidvat. En dan moet ik een compliment geven aan het kruidvat. Die hebben de deuren dicht gegooid en die hebben ons opgevangen. Ik heb hun opgevangen en ja, en mijn schrikreactie is nu. En nu zit ik te shaken en te doen. En ja. Hoe is de hulpverlening van de politie richting getuigen, richting mensen zoals jezelf? Ik heb nog geen politie gezien. Ja, nu hier naar buiten. Ik werd, op een gegeven moment was het veilig dat we naar buiten mochten en dan werden we op parkeerplaats gezet. Maar voor de rest, ik had daarvoor geen politie gezien. Ik ben in het kruidvat in het magazijn gebleven totdat er gezegd werd door de politie, je mag naar buiten. En dat is, ja. Iedereen was aan het bellen, dus het lijkt mij dat de politie is vrij snel wel op gang gekomen. Dat moet ik wel zeggen, want mijn man die zag overal politie, helikopters, ambulances, oh sorry. Die zag, ja, alles was vrij snel hier. Dus ja, maar ik heb zelf even geen politie gezien, ja, totdat ik naar buiten werd begeleid. En ik mocht het winkelcentrum niet inkijken, maar ja, ik heb wel 2 doden zien liggen. Maar voor mijn zoon, die is nog erger aan toe, geestelijk. Snap ik. Waar kun je duiden waar ongeveer de lichamen lagen? Ik heb hier 1 op parkeerplaats zien liggen nu. Ik heb er eentje naast de flat zien liggen. Ik heb er 2 in het winkelcentrum zien liggen op de hoogte van Hans Textiel. Is het Hans Textiel? Ja, daar heb ik 2 lichamen. Voor de rest heb ik niet gezien waar nog meer lichamen liggen. Ja, je ziet mensen met de hand in de zij van geschoten. Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan zie je een jonge man op je afkomen met een mitrailleur. Hoe zag hij eruit? Blank, 25 jaar, 26 jaar. Half lang haar, krullend haar, camouflagebroek aan, als ik me niet vergis. En ik ging naar binnen, rolluik dicht, zoveel mogelijk dicht. Toen hij voor me liep, moest ik ergens op gaan staan, zodat hij in ieder geval niet naar binnen schoot. Daar was ik bang voor uiteraard. Hij loopt mijn winkel voorbij, ik zie hem de huls onder zijn mitrailleur vandaan trekken, weggooien, een nieuwe erin doen. En al schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Dus ja, het is onwerkelijk. Je bent weggekomen, dat zag ik toen niet. Sorry? Dat zag ik toen
zag u toen u wegkwam? Toen ik wegkwam? Ja, toen de dader om de hoek zeg maar, was, hè, en we hoorden geen schoten meer, we hebben het rolluik open gedaan. Met iemand die bij me winkelde, die vroeger de police heeft gedaan, we gekeken van ja, wat is nog meer aan de hand? Nou, winkeliers in de andere poot van het winkelcentrum, zeg maar, al gillend. En toen bleek al dat de dader eigenlijk, al 112 bellende, dat de dader sowieso zichzelf aan het leven had beroofd bij de Albert Heijn. En ja, dan is het even kijken van ja, wat is er allemaal gebeurd, hè? Mensen liggen, collega winkeliers, die, waar ik nog niet weet van wat er mee aan de hand is, maar onwerkelijk. Wat heb je precies gezien? Ja, ik was bij het garage beneden en ik wil boodschap doen rond 11:15. En één keer ik hoor die plakglas van boven naar beneden, pach. En iemand van C1000 daar roept mij, ja blijf daar. Ik zeg ja, waarom ik blijf hier? Ik ben naar boven en één keer ik zie iemand rond 25 jaar zoiets. En hij loopt gewoon scheten. En ik heb een vrouw in de rolstoel, zij heeft haar geschoten. En eentje ligt op de grond en hij loopt richting Albert Heijn. Hij is daar, hij heeft zelf doodgeschoten. Ja, en ben ik terug naar achteren, de politie, meer dan een half uurtje. Iedereen wacht, politie. Maar ik vind het raar, de politie komt echt te laat. Ja, de rest, dat was het. Wat had hij aan, de schutter? Ja, ik zie hem met wit t-shirt en broek, soort die militaire kleren. Camouflage. Ja, en hij heeft pistool en de andere automaat pistool. Waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn gaf een aantal persconferenties voor de toegestroomde Nederlandse en internationale pers. Zoals ik aangaf, een dag van medeleven met de slachtoffers. Medeleven met de familie. Ik denk dat het goed is dat ik u nu meld wat de stand van zaken is met betrekking tot de slachtoffers. Gisteren hebben wij kunnen aangeven dat naast de dader die zichzelf dodelijk heeft getroffen, dat er 6 dodelijk getroffen slachtoffers zijn. Dat betreft 3 vrouwen en 3 mannen. De vrouwen zijn respectievelijk 91, 68 en 45 jaar oud. Het gaat over 3 mannen van 80, van 49 en 42 jaar oud. Alle 6, dus de 3 vrouwen en de 3 mannen, zijn Alphenaren, afkomstig uit Alphen aan de Rijn. En 1 van de slachtoffers is van Syrische afkomst. De 42-jarige man is van Syrische afkomst. Naast deze 6 slachtoffers die we moeten betreuren, zijn er op dit moment nog 12 mensen gewond in het ziekenhuis, waaronder 1 kind. In het totaal